Gelukkig hebben wij in onze gemeenschap een paar mensen die het belang van het Doemense erfgoed inzien en dit graag willen delen met ons allemaal. En als je die bevlogen, creatieve mensen bij elkaar zet, krijg je de fietsroute tussen Donk en Vaart als resultaat. Hartelijk welkom bij de opening van de fietsroute tussen Donk en Vaart. Op de website van het Brabantse erfgoed staat: zonder erfgoed zijn we spoorloos. Het verleden geeft relief aan het heden en zet onze weg uit naar de toekomst. Erfgoed laat zien waar je vandaan komt en wie je bent. Erfgoed geeft Brabant een eigen gezicht, een uniek profiel. Ja, ik op het idee zijn gekomen van op school moeten we iets gaan vertellen over de omgeving waar de school staat. Over het landschap. En Bram is aardrijkskundedocent en die heeft zijn collega's geenthousiasmeerd. En die zijn samen met die erfgoedvrijwilligers, want ja, een landschap rondom Dongen is altijd gemaakt door mensen. Dus de natuur wordt altijd door de historie bepaald voor een deel. Dus vandaar dat er ook erfgoedvrijwilligers bij betrokken werden. En samen gingen ze kijken of ze voor de leerlingen een route konden samenstellen waarmee iets verteld werd over de omgeving van de school. Daar wilden ze eigenlijk een fietsroute voor maken vanuit de school, om links en rechts naar plekken te gaan. Nou, toen kwam Jacques bij om zich die invulling te geven voor het historische deel, samen met een aantal erfgoedvrijwilligers die hier in Dongen actief zijn. En die hebben samen, zeg maar, de route samengesteld. En ja, eigenlijk was het, ja, je moet de route natuurlijk ook laten zien. Dus hoe rijd je nou zo'n route? Hè? En je hebt natuurlijk verschillende dingen. Je kunt alles via internet doen, hè, via allerlei kaarten en weet ik veel wat. Maar we hadden bedacht, we doen het gewoon op papier. Gewoon een dingetje maken, een foldertje maken en stenen in de grond. En die stenen, die attentiestenen, die kenden we hier al. Want die hadden heemkundekringen al een aantal gelegd hier in het dorp voor een wandelroute. Nou, die willen we nou ook gaan gebruiken voor in de fietsrouteomgeving. Dus we zijn met elkaar in gesprek gekomen en uiteindelijk zijn we gekomen tot een route van 22 kilometer lang, 16 attentieplaatsen. We hebben maar 10 stenen, maar wel 16 attentieplaatsen, waarin iets verteld wordt over de plek waar je staat. En ja, dan moet je natuurlijk ergens, hoe laat je dat dan zien? Nou ja, we hebben een heel klein foldertje gemaakt waarin de route wordt uitgelegd, maar we hebben ook een website ontwikkeld vanuit het museum. En die website, daar staan eigenlijk alle verdiepingsverhalen op. Mooi helder weer uitzoeken in Nederland is soms nog wel eens een uitdaging. Maar ik nodig u uit om de route te gaan fietsen en laat u verrassen. Want nogmaals, mijn grote dank voor dit hele mooie initiatief.